Een staatsoliemaatschappij Suriname en haar nieuwe partner Kern Energy uit Schotland hebben op 26 juni een productiedelingscontract ondertekend. Wim Duarkasing, waarnemend Managing Director van Staatsolie, en Richard Ember, Regional Director International van Kern, plaatsten hun handtekening onder het, on onder het contract. Kern Energy gaat dus olie zoeken in het Surinaams zeegebied. Het oliebedrijf heeft belangstelling getoond voor een offshore blok binnen de Open Door Invitatie. Die loopt van 15 september 2017 tot 14 september 2018. In deze periode kunnen bedrijven een bod uitbrengen op een blok in het zeeareaal van Suriname. Het gebied is um, ongeveer 13.000 vierkante kilometer groot. De overeenkomst geldt voor 30 jaar. De contractduur is opgedeeld in een exploratie-, ontwikkelings- en productieperiode. Alle kosten in de exploratiefase zijn voor rekening van Keur en worden pas terugbetaald nadat een commerciële ontdekking is gedaan en die ook in productie is gebracht. Staatsolie heeft de mogelijkheid om tot maximaal 20% mee te doen in de ontwikkelings- en productiefase. In het productiedelingscontract is nadrukkelijk aandacht besteed aan inspectie, veiligheid en milieu. Ook zijn er voorzieningen opgenomen voor werkgelegenheid voor lokaal kader, trainingen en sociale programma's. Kern Energy focust zich op olie- en gasexploratie en productie.